Een halve of zelfs een hele dag niet eten is tegenwoordig dé manier om gezonder te leven. Het heet intermittent fasting. Ik ben dus bijna 8 kilo kwijtgeraakt. Want van wacht eens even, mijn lichaam heeft helemaal niet zoveel eten nodig om goed te functioneren. Dit heeft me ontzettend veel gebracht. Hier in de werkplaats laat ik je zien dat vasten niet alleen goed is voor je gewicht, maar ook voor je hersenen. Bij intermittent fasting houd je een voedingspatroon aan waar je op gezette tijden wel eet en gezette tijden niet. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die om de dag vasten. Maar er zijn ook mensen die vanaf bijvoorbeeld 8 uur 's avonds tot 12 uur 's middags niets eten. Die eten dan voor 16 uur lang niks. Uit studies weten we dat elke dag een tijd lang vasten van al die varianten het makkelijkst vol te houden is. Namelijk, je lichaam krijgt vanzelf minder honger tijdens periodes dat je niet eet. Maar technisch gezien maakt het niet zoveel uit welke variant van intermittent fasting je kiest. Je zult namelijk altijd vet gaan verbranden en daardoor val je af. Maar hoe zit dat? Daarvoor moeten we er even iemand bij halen. Als je eet, zetten je darmen en je maag voedsel om in glucose, een suiker. En dat is eigenlijk de brandstof voor al je organen, zoals je spieren, je hart en je hersenen. Maar wanneer je vast en niet eet, kunnen je darmen en je maag geen glucose leveren en moet je lichaam op zoek naar een alternatieve vorm van energie. En dat is je vet. Als je vast, gaat je lijf dat vet afbreken. Het worden vetzuren en die komen via je bloedbaan terecht bij al je organen. Maar niet bij je hersenen. Om je hersenen zit een beschermlaag die heel veel stofjes tegenhouden die schadelijk zijn voor je brein. Zie het als een soort kippengaas tussen je bloedvaten en je brein. Dit noemen we de bloed-breinbarrière. Kleine moleculen, zoals glucose en zuurstof, kunnen wel doorheen. Kijk maar. Maar bacteriën bijvoorbeeld niet. Die zijn letterlijk te groot. Vetzuren komen er ook niet vanzelf doorheen. Je kunt ze er wel doorheen brengen, maar dit kost energie. En wanneer je aan het vasten bent, wil je lichaam juist zo min mogelijk energie gebruiken. Daarom gaat je lichaam eerst die vetzuren afbreken in je lever. Dit is een figuurlijke lever. De vetzuren gaan erin en je lever breekt deze af tot andere, kleinere moleculen. En dan krijg je ketonen. En kijk maar, de ketonen zijn wel klein genoeg om door de bloed-breinbarrière te kunnen. En zo kunnen je hersenen toch van energie worden voorzien wanneer je aan het vasten bent. Maar die ketonen doen nog veel meer, want we vermoeden dat wanneer je ouder wordt, ketonen het verloop van hersenziektes zoals Alzheimer, MS en Parkinson kan afremmen. Om te begrijpen hoe dat zit, moeten we even wat dieper op de hersenen inzoomen. Als je een microscoop op je hersenen zou zetten, zou je dit zien: neuronen, oftewel hersencellen. Miljarden cellen die continu met elkaar communiceren door kleine elektrische stroompjes naar elkaar te versturen. Dit is zo'n neuron. Je ziet bijvoorbeeld de celkern en je ziet de uitsteeksel waarmee zo'n neuron signalen kan verzenden en ontvangen. Zo'n neuron maakt ook eiwitten aan. Die helpen eigenlijk het neuron om goed te kunnen functioneren. Maar wanneer je ouder wordt, maak je neuronen steeds meer eiwitten aan met een foute vorm waar ze niks aan hebben. Die eiwitten stapelen zich op binnen en buiten de cel. Wetenschappers vermoeden bijvoorbeeld dat dit bij de ziekte van Alzheimer het geval is. En als dit zo zou voortzetten, zal je cel uiteindelijk sterven. En hoe minder hersencellen je hebt, hoe minder goed je hersenen het doen. Zo kun je bijvoorbeeld vergeetachtig worden of kun je problemen krijgen met slikken of lopen. Links zie je een foto van de hersenen van een gezond persoon en rechts zie je een foto van de hersenen van een persoon die in een vergevorderd stadium van Alzheimer zit. Zoals je kunt zien zijn letterlijk grote delen van de hersenen afgestorven, verstikt door overbodige eiwitten. En dan komen nu die ketonen er weer bij. Ik heb je al eerder verteld dat de ketonen de hersenen van energie voorzien tijdens het vasten. Maar de ketonen doen ook nog eens fantastisch werk in de hersenen. Namelijk, ze zorgen ervoor dat neuronen zuiniger met energie omgaan. En daardoor dus ook minder eiwitten aanmaken. Maar dat houdt dus ook in dat ze minder verkeerde eiwitten aanmaken. En daarnaast, ketonen zetten een proces in gang dat autofagie heet. Letterlijk jezelf opeten. Ketonen zorgen ervoor dat de verkeerde eiwitten worden afgebroken om daar dan weer energie uit te halen. En zo voorkomen ze eigenlijk dat je hersencellen verstikt raken. Dit is gevonden bij dierproeven, maar de eerste studies bij mensen laten vergelijkbare resultaten zien. Let op, wanneer je oud bent of een zwakke gezondheid hebt,
moet je natuurlijk wel voor oppassen dat je voldoende calorieën binnenkrijgt. Maar ben je nog gezond, dan kan intermittent fasting een effectieve manier zijn om af te vallen of om hersenziektes tegen te gaan. Zolang je kunt volhouden, je gezond blijft eten en je niet meer gaat eten.